Finch doet vandaag mee aan het IEFC-toernooi in het Ervasito. Heb je er zin in? Ja, zeker. Heel veel zin in. Ja. U bent van Snatch. U bent de sponsor van vandaag? In ieder geval, ik doe de marketing voor Snatch. En wij hebben ons dit seizoen verbonden aan Heracles eSports. Zijn trots om op het shirt te staan. En helpen eigenlijk aan de visie van Heracles eSports om mooie dingen samen te doen. Ik heb gehoord, er doen 80 mensen mee. Denk je dat je kans maakt? Ja, ik denk dat ik zeker kans maak. Ik ga vol voor die eerste plek. En we gaan het zien. Ik heb er zin in. Er doen ook meerdere e-sporters mee, net als jij bent. Van welke club zullen die komen? Ik hoorde van Twente, zijn er ook mensen. En NEC, Sparta, Excelsior. Ja, eigenlijk overal zijn er wel mensen gekomen vandaag. Dus de finale zal ook tussen e-sporters gaan, denk je? Of? Ja, misschien dat er iemand zich vandaag laat zien en dat die in de finale komt. Maar ja, ik hoop in ieder geval dat ik erin sta vandaag. En die anderen, ja, daar gaan we zien wie er vandaag gaat zijn. Spelen jullie nog ergens voor vandaag? Valt er nog wat te winnen? Ja, zeker. Het is volgens mij een prijzenpot van €1500. Dus spelen we nog ergens voor. Het is een mooi geldbedrag, dus we gaan er alles voor doen om te winnen. Vandaag doen er zo'n 80 man mee, heb ik vernomen. En de prijsgeld is €1500. Dat is best een mooi bedrag om te verdelen. Ja, zeker. Nee, het geldbedrag is €1000. En dan zijn er nog prijzen van Trust Gaming. Wat de waarde maakt voor meer dan €1500. Dus de winnaar die mag een mooie gamestoel of een gamebureau zeg maar, uitzoeken. En er zijn wat PlayStations, Trust headsets. Maar bij elkaar gewoon een mooie prijzenpot. Kijk, en jullie staan binnenkort ook met Heracles in de finale ronde van de E-divisie. Maak je daar kans? Ja, we moeten de eerste wedstrijd meteen tegen Ajax. Dus het wordt moeilijk, maar ik denk zeker dat we kans maken. Want heel veel geoefend de laatste tijd. Samen met mijn teamgenoot Colin ook. En we hebben een aardig niveau te pakken op dit moment. Dus ik heb er zin in en we gaan zeker kans maken. En zij hebben ook de finale gehaald in de E-divisie zelf. Hoe trots zijn jullie daarop? Ja, dat is een prachtig resultaat. Dit seizoen is de E-divisie eigenlijk nog nooit zo sterk geweest. Met wereldkampioen, Europees kampioenen, spelers uit Brazilië. Dat je een plekje in de finals hebt bemachtigd is een topresultaat. Maar we zijn nog niet klaar.